Welkom bij de Tim Veeninga Show nummer 112. Het is niet te geloven. De wonderen zijn de wereld blijkbaar nog niet uit. En er is gewoon weer een helemaal gloednieuwe, splinternieuwe podcast voor jullie. En de reden dat ik deze podcast schoot is omdat ik simpelweg... Ik ben op dit moment met allerlei onzin bezig. Ik ben met allerlei... Niet onzin, het zijn hele zinnige en hele belangrijke wereldschokkende dingen... waar het voor het bestaan van de wereld van afhangt. Het is alleen niet de Tim Veeninga Show en niet de Tim Veeninga podcast. Maar nu de afgelopen dagen is er iets gebeurd en ik moet het daar even met jullie over hebben. En ik denk dat de podcast de juiste plek en de juiste locatie is om dat te doen. Wat er is gebeurd, is namelijk het volgende. Ergens, op een bepaald punt, op een bepaalde dag, voor mij ergens in Amerika, steeg een helikopter op. En het was een beetje mistig die dag. En die helikopter die besluit, vast niet opzettelijk, om zich te pletten te vliegen tegen een bergtop aan. En in die helikopter zat Kobe Bryant. En blijkbaar is ineens iedereen en zijn moeder en de hele wereld is fan van Kobe Bryant en valt daaroverheen. Geen idee waarom, want voor mij hebben we in Nederland geeft eigenlijk niemand een snars om de NBA. Maar blijkbaar zijn ineens zijn mensen allemaal basketbalfans en vinden ze het verschrikkelijk dat Kobe Bryant dood is. En het maffe vind ik dat op een of andere manier, op een of andere opportune, misschien schijnheilige of wegkijkende manier, schijnt iedereen te zijn vergeten dat Kobe Bryant een fucking verkrachter was. En niet zo'n gevalletje van... het is een hashtag MeToo gevalletje. Het is niet een gevalletje van Ronaldo die met een of andere Instagram-hoer het bed induikt en dan probeert hem geld uit zijn zak te kloppen. Het is niet een of ander actricetje dat besluit om met een of andere casting director naar bed te gaan omdat ze haar carrière wil kickstarten en dan 10 jaar na dato ineens erover gaat klagen. Overigens in dat geval is dat actricetje dat er 10 jaar lang niks over gezegd heeft. Iedere volgende vrouw die daarna door die schoft wordt aangepakt. Dat kan zij zichzelf ook aanrekenen. Maar Kobe Bryant is niet zo'n geval. Dit is niet een grensgeval. Dit is geen twijfelgeval. Die gast is een verkrachter. Die vrouw, na afloop, had letterlijk gewoon de blauwe plekken in haar hals en op haar gezicht staan... Na deze ontmoeting. En Kobe Bryant heeft na afloop gezegd van... Ja, nou, ik dacht dat het allemaal vrijwillig was. Maar nu achteraf snap ik dat zij het niet als vrijwillig heeft ervaren. Oftewel, blijkbaar mag ik mensen verkrachten... zolang ik maar denk dat het vrijwillig is of zo. Echt meest weirde fucking onzin. En heeft het eigenlijk nog tot 2,5 miljoen aan die vrouw betaald. En daarna is iedereen hem maar vergeven omdat hij toevallig... hoog kan springen en een soort van professioneel kan basketballen of korfballen. Basketballen is het. Dat vind ik een beetje dom. Maar het brengt me wel op een punt en dat is de reden dat ik deze podcast wil maken. Ik wil deze podcast niet maken om te zeuren over het feit dat Kobe Bryant een verkrachter is. Ik wil er wel even bij zeggen, als er dan toch een helikopter moet neerstorten, dan hoop ik wel dat er een verkrachter in zit. En verder is het natuurlijk heel tragisch, want er zitten heel veel andere mensen in die helikopter die het absoluut niet verdiend hebben. Maar dit type vlucht in een dichte mist met een soortgelijke helikopter zou ik graag iedere dag voeren en gewoon die hele helikopter volzetten met verkrachters. Dat lijkt me een goed idee en ik denk dat de wereld daar een betere plek van wordt. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over wil hebben, en dat is het interessante, Kobe Bryant, die besluit dus op een gegeven moment om een vrouw te verkrachten. Van, hoe kan dit? Hij is een godvergeten superster. Van die man die had contracten van meer dan 200 miljoen. Hij is ongelooflijk onbevatbaar rijk, die man. Hij is succesvol. Hij heeft aanzien. Het is letterlijk, de vrouwen staan voor die man in de rij en hij doet dat. Hoe kan dat? Nou, en dat is waar ik het ook over wil hebben in deze podcast. Er is iets aan de hand met ons als mannen, dat als wij slecht zijn met vrouwen, sociaal onhandig,
dan maakt dat ons een slechter mens. Als je niet weet hoe je een vrouw kan versieren, dan word je per definitie word je een slechte mens. En dat is heel gevaarlijk. En je wil ook altijd een soort van die drang of die seksuele lusten of je behoeften, die wil je altijd wantrouwen. Want die zorgen ervoor, die drijven mannen naar hele nare dingen. Zal je een typisch voorbeeld geven? Eentje minder heftig. Het is natuurlijk niet zo dat iedere vrouw die geen check kan fixen ineens om zich heen gaat verkrachten. Dat is absoluut niet het geval. Maar er zijn wel dingen die mannen doen, als je niet goed bent met vrouwen, die duidelijk een soort afbreuk van karakter en persoonlijkheid zijn. Bijvoorbeeld, je had het fenomeen de friendzone, waarbij je een vrouw leuk vindt, maar dan doet alsof je vrienden met haar bent. Oftewel, je spiegelt haar het één voor, van ik ben gewoon een vriend en ik heb geen interesse in je. Je toont zelfs geen interesse, je laat niet eens blijken dat je haar leuk vindt. Maar je hangt daar een beetje lafjes naast, je wacht je kans af en je doet tegen haar alsof je een vriend bent. Terwijl het natuurlijk allemaal hartstikke onoprecht en fout is. Terwijl je in werkelijkheid iets anders daarvan wil. De enige reden dat een man dat doet is onkunde, onvermogen, lafheid, niet weten wat te moeten doen met een vrouw, geen idee weten hoe hij haar dan moet versieren. Dus gaat hij dan zo'n beetje griezelig en creepy er wat omheen hangen in de hoop dat hij op een bepaalde dag toe kan slaan. Nou, dat is naar, dat getuigt van een zwak karakter, als je al kan spreken van een karakter. En het is een van de dingen die er gebeurt als je niet goed bent met vrouwen. Ander voorbeeld is mannen die met hun vrienden de concurrentiestrijd aangaan over vrouwen. En misschien zelfs de poot onder elkaar stoelen wegzagen, proberen om iemands vriendinnetje af te pakken, een relatie aangaan met de ex-vriendin van een vriend van je. Simpelweg je vrienden erbij naaien, simpelweg omdat je blijkbaar pussy zo belangrijk vindt dat je alle andere standaarden en waarden die je hebt de deur uitgooit en je wordt simpelweg een slechtere vriend. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar wat heel belangrijk is om je te beseffen, is dat als je goed bent met vrouwen, dan kan je je principes veroorloven. Dan kan je je veroorloven om te zeggen, nou, deze vrouw is wel erg dronken, laat ik nou maar eens niet naar bed gaan met deze vrouw. Laat ik het maar niet doen. Dat kan je veroorloven omdat je een dag later of zelfs 10 minuten later een andere vrouw kan versieren en mee naar huis kan nemen. Dus dan hoef je dat niet te doen. En als je het niet hoeft, dat zie je ook met bijvoorbeeld hele rijke mensen. Rijke mensen kunnen heel veel geld weggeven aan goede doelen en dat soort dingen. Simpelweg omdat ze er genoeg van hebben. Rijke mensen hoeven niet te stelen. Dat betekent niet dat er nog steeds zijn er wel rijke mensen die stelen. Er zijn altijd een paar hufters tussen. Maar over het algemeen hoeven rijke mensen niet iets te stelen uit de winkel. Het is armoede wat leidt tot die verloedering van je persoonlijkheid en je normen en waarden. Dus hou dat in je achterhoofd. Dat als jij zelf een van die typische mannen bent die zegt, ik hoef niet beter te worden met vrouwen, ik hoef het niet te leren, ik heb al die trucjes niet nodig, het komt allemaal wel goed. Begrijp goed dat als het maar lang genoeg duurt, dan verander je vanzelf. En dat hoeft niet nu te zijn, dat kan over 5 jaar zijn, dat kan over 10 jaar zijn. Op een gegeven moment verander je in zo'n hufte die op internet dating sites gaat zitten en dan dick pics gaat sturen naar vrouwen. What the fuck? Welke man doet dat in godsnaam? Een foto van zijn lul maken en naar een vreemde vrouw toesturen. Dan is er wel echt iets mis met je. En het is wanhoop die mannen drijft tot dat soort daden. Het is armoede. En als je erover nadenkt, als je dit op straat zou doen, gewoon je lul laten zien aan een vrouw, dan stoppen ze gewoon in het gesticht, hoor. En terecht ook trouwens. Maar dat zou wat mij betreft ook wel mogen gebeuren met mannen die dat soort gedragingen vertonen. En als je geen actie onderneemt, als je niet leert hoe je beter kan worden met vrouwen, dan vroeg of laat zul je een minder goed mens worden. En heel veel mensen, ik heb heel vaak heel veel kritiek gehad dat wat ik doe is manipulatief, het is vrouwonvriendelijk, whatever the fuck dat dan betekent. Want ja, hè, laten we als mannen heel veel tijd en energie steken in leren omgaan met vrouwen en dat is dan op een of andere manier vrouwonvriendelijk. Van die kronkel in mensen hun hoofd heb ik nooit echt helemaal begrepen. Maar in werkelijkheid is het het tegenovergestelde. Als je het niet doet,
Dat is vrouwenvriendelijk. Als je het niet doet, dan kan het bijna niet anders dat je op een gegeven moment foute gedraging gaat vertonen. En dat is waarschijnlijk geen verkrachting. De meeste mensen zijn gelukkig geen verkrachters. En nou, de wereld is er net weer eentje armer geworden. Dat is ook altijd goed nieuws. Los daarvan kan je ook op veel kleinere, op veel tastbaardere vlakken je normen en waarden verliezen. Nou, om die reden doe ik een... Als een helikopter neerstort, dan hoop ik dat er een verkrachter in zit. Actie met Gespreksninja. Mijn programma Gespreksninja is een simpel programma waarin je exact leert, zin voor zin, woord voor woord, hoe je makkelijk leuke gesprekken kunt hebben met een vrouw. Je leert hoe je een gesprek aan kan gaan met haar. Of dat nou in een bar is, of op een internetdating site, of in de supermarkt. Je leert hoe je het gesprek start. Je leert hoe je het gesprek gaande houdt. Je krijgt standaard vaste zinnen die je uit je hoofd kan leren, die je kan knippen en plakken, waarmee je ervoor kan zorgen dat je het gesprek spannend maakt, dat je een flirterige sfeer creëert. Je kan leren hoe je haar in bed kan praten. Alles zit erin. En ineens zullen al je gesprekken veel makkelijker en vlotter gaan met vrouwen. Nou, zoals ik al zei, we doen nu een actie. Als je op mijn e-maillijst staat, krijg je daar morgen een e-mail van. Dus hou je inbox in de gaten. Als je niet op mijn e-maillijst staat of je bent nieuw, klik dan even op de link in de omschrijving. Schrijf je in. En ook dan krijg je de kans om dit programma nu voor een beperkte tijd voor de helft van de prijs te volgen. Dus dat is het. Dat is misschien het lichtpuntje in een helikoptercrash. Ja, ik heb het gevonden. Optimist, positiever als ik ben. Ga er alsjeblieft mee aan de slag. Zorg dat je dit gedeelte van je leven onder controle hebt. Je wordt er zelf veel gelukkiger van. De vrouwen in je leven worden er gelukkiger van. En de wereld wordt er over het algemeen een betere plek van. En daarnaast, als je helemaal nieuw bent en je hebt mij nog nooit eerder gezien, subscribe dan even op mijn YouTube kanaal. Want ik zeg echt fucking zinnige dingen. En eens in de zoveel tijd upload ik een podcast. En als dat moment gebeurt, dan wil je natuurlijk de eerste zijn die erbij is. Oh ja, en om een of andere fucking reden moeten mensen op de vind ik leuk knop drukken, want dat is ergens goed voor of zo. Maar het zal mij ook allemaal wel een worst zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende podcast.